Dag beste mensen van Inter. Laat mij jullie eerst een gelukkig nieuwjaar wensen. Het allerbelangrijkste daarbij is natuurlijk een goede gezondheid voor u en voor alle mensen die u lief heeft. En bij een gelukkig nieuwjaar, bij die periode, horen ook goede voornemens. En die hebben wij wel degelijk ook als beleidsmakers. En voor wat toegankelijkheid betreft, is dat eigenlijk voornamelijk een verderzetting van het beleid dat we tot nu toe gedaan hebben en misschien nog een tandje bijsteken op sommige plaatsen. Maar we hebben al heel veel gedaan. Als ik kijk naar mijn twee belangrijkste bevoegdheden waar dat van toepassing is. Om te beginnen bij erfgoed. We hebben bij erfgoed al heel wat zaken gedaan om te zorgen dat meer mensen er kunnen van genieten. Dat ons erfgoed door iedereen kan bezocht worden. Want dat moet uiteindelijk de bedoeling zijn. We hebben bijvoorbeeld in het Flanders Fields Museum in Ypres heel wat werken gedaan om te zorgen dat iedereen, niet alleen het rolstoelgebruik daar mogelijk is, maar ook het visuele en dergelijke meer, dat iedereen het museum kan bezoeken en ervan genieten ten volle. We hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan in de Sint-Baafskathedraal, waar het Lam Gods tentoongesteld staat. En dat is zeker een bezoekje waard is. En dat kan je ook perfect doen voor rolstoelgebruikers, maar ook daarnaast braille rondleiding en dergelijke meer. We hebben voor veel meer toegankelijkheid gezorgd voor iedereen die met een beperking te kampen heeft. Daarnaast heb je ook een heel mooi voorbeeld van wat we tot nu toe gedaan hebben, de discussie rond het gravensteen. U herinnert zich dat allemaal nog en uiteindelijk is het nog niet uitgevoerd. Die plannen liggen nog bij de stad Gent. Maar er is één zaak wat we daar niet losgelaten hebben vanuit erfgoed en dat is de eis dat het gravensteen overal toegankelijk moest zijn. Dat is eigenlijk een beetje de kern van de discussie geweest. Andere mensen hadden daar een andere gedachte van. Wel, wij hebben die eis tot toegankelijkheid niet losgelaten. Omdat we inderdaad vinden dat ons erfgoed, en veel ruimer dan alleen maar erfgoed, maar dat iedereen daar maximaal moet kunnen van genieten. Misschien een laatste voorbeeld. Hè. Ook Toerisme Vlaanderen heeft een brochure uitgegeven waar de toegankelijkheid van de verschillende toeristische trekpleisters in ons land wordt omschreven. Dat is één puntje, erfgoed. Maar daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het woonbeleid. En dan meer specifiek binnen sociaal wonen hebben we heel wat inspanningen gedaan. Eigenlijk een beetje op twee sporen. Enerzijds hebben we ervoor gezorgd dat sociale woningen niet alleen rolstoelvriendelijk zijn voor bewoners, maar ook voor rolstoelbezoek. En sinds 2015, alle nieuwe woningen die bijgebouwd zijn of gerenoveerd zijn, 60% daarvan is bijvoorbeeld rolstoelbezoekbaar. Daarnaast, een tweede spoor, bouwen we ook, afhankelijk van de nood die er in die bepaalde streek is, toegankelijke woningen met bijzondere eisen, niet alleen voor rolstoelgebruik, maar ook voor andere eisen. Dan maar om een paar voorbeelden te geven van het beleid dat we tot nu toe gevoerd hebben en vooral om aan te geven dat we hier verder werk willen van maken en een versnelde pas. Want wij zijn er in elk geval van overtuigd dat een welvarend Vlaanderen alleen maar kan als we ook een toegankelijk Vlaanderen hebben.